En hoe is dan Jezus jouw voorbeeld tot slot als het gaat om positiviteit? Positiviteit. Nou, als je op een bruiloft uitgenodigd bent en je maakt daar het verschil door de feestvreugde te herstellen, zeg maar. Dat vind ik al mooi, hè, met de bruiloft in Cana, water in wijn. Maar ik denk ook, zijn leven was vol lijden. En aan het einde bijvoorbeeld, hij wist dat het lijden hem stond te wachten. En dan gaat hij niet tegen zijn discipelen zeggen van, jongens, ik ga het zwaar krijgen. Willen jullie voor me bidden? Enzovoort. Mm-hmm. Dat is helemaal niet gezegd. Hij zegt bijvoorbeeld in de hof, zegt hij, bid dat jullie niet in verzoeking komen. Maar voor de hof heeft hij net de laatste avondmaal gehad. En dan gaat hij voor hun bidden, voor zijn discipelen bidden en voor de verheerlijking van de Vader. Dan denk ik, nou, dat is wel positief. Wow, dat vind ik heel positief. Daar kan in de ratenband nog wat van leren. Ja, sowieso.